en dat gaan we dan gelijk trekken met een van de beroemdste criminele liefdeskoppels van de geschiedenis. Bonnie en Clyde, dat, 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 dat zijn legendes. Die twee leefden in de crisistijd en die, die trokken heel Amerika door, gerovend en moordend. Maar, maar, maar. Ze pakten alleen banken aan en, en niet de mensen die het sowieso al zwaar hadden. Dus dan kregen ze toch een soort van status van, oeh, het zijn een soort Amerikaanse Robin Hood. Totale bullshit natuurlijk, want het waren gewoon vette criminelen die mensen aan het doodschieten waren. Maar dan gaat het even niet om, weet je? Het gaat om de perceptie, het gevoel: zo van, oeh, deze gasten, die zijn een beetje, die doen eigenlijk een klein beetje wat wij ook wel zouden willen doen. En daar gaat het dus mis, want die worden nu dus vergeleken met, 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 met twee prutsers uit de kamer van Den Haag of zo. Uh, wat hebben ze gedaan? Oeh, we hebben een vrouwtje ontvoerd in Meppel. Meppel. Mensen uit Meppel die dromen ervan dat er iemand langskomt en ze ontvoert weg uit Meppel. Ze hebben die vrouw beroofd en die hebben ze vervolgens gedropt in Lelystad. Uh, Lelystad mensen, dat is de plek waar de uh, inwoners van Meppel naartoe gaan uh, om zich goed te voelen. Ja, maar ja, maar ze hebben nog veel meer gedaan. Uh, ja, nog even zo'n fantastisch feitje op de criminele staat van dienst van deze Nederlandse Bonnie en Clyde. Ze hebben uh, iemand uh, neergeschoten op een uh, naturistencamping. Dus dat is een plek waar mensen gewoon het lekker vinden om in hun blootje rond te lopen. En deze twee supercriminelen vonden dat een goede plek om iemand neer te schieten. Kijk, als iemand gewoon kleren aan heeft, dan kan ik me nog voorstellen dat je wegkomt met het excuus van: Hey, uh, is dat een pistool in je broek? Of ben je blij me te zien? Maar het is het fucking naar toeristencamping? Hey, ja, loopt hij op blote snikkel. Het is gewoon accepteer dat hij blij is om je te zien. Met dit soort dingen krijg je niet het respect van, van de gemiddelde Nederlander. Dan denken wij niet zo van: Oh, jeetje. Oh ja, het zijn wel, het zijn wel erge dingen die ze doen. Maar toch, ergens. Oh, oh, oh. Als je wil gaan voor de titel Nederlandse Bonnie and Clyde, ja, dan moet er toch wel een elementje in zitten van ja, je afzetten tegen de maatschappij ofzo, weet je wel? Uh, dan moet je gewoon een bankier ontvoeren en financieel en letterlijk uitkleden. Misschien dat we dan nog met z'n allen gewoon denken van, ja, 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 ja dit, dit vind ik wel grappig. Gewoon alleen maar omdat het een crimineel koppel is, maakt het ze nog geen Bonnie and Clyde. Dit soort hysterisch gedoe, is een beetje als een voetbalvader die aan de kant staat en zijn zoon voor het eerst iemand ziet poorten en meteen gaat bellen met Ajax, omdat hij de nieuwe Pelé of Maradona heeft ontdekt. Dus uh, zit je toevallig nu te kijken, en heb je zoiets van. Nee, ik had, ik had eigenlijk wel zin in een, in een criminele rooftocht met mijn vriendinnetje dit weekend. Eh, bereid het even goed voor. Even googlen, kijken wie je precies uh, als vergelijkingsmateriaal wil. Dan kom ik volgende week gewoon we weer gezellig bijbabbelen. Hey, bedankt weer voor het kijken. En uh, je weet ondertussen: hè, abonneren, uh, andere video's en zo. Ik zou het wel tof vinden als je, als je, als je hem ook ging delen of zo. Dat, uh, dat, dat, dat werkt wel goed. Dat is goed voor de kijkcijfers en zo. Dus uh, dat uh, wordt zeer gewaardeerd. Oh, wat wordt dat gewaardeerd? Oh. Oh, 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 oh. En comments vind ik ook leuk. Als je vindt dat ik een nep hipster ben of zo, dat, dat mag. Dat vind ik, vind ik ook cool. Dat vind ik altijd wel leuk om, om te lezen. En gewoon, hey, waarom is hij ook een baard? <laughs> Omdat hij even geen geld had voor de kapper. Dus als hij zijn baard weghaalt, dan zie je gewoon van die hele grote je... Het, het is gewoon, of ik zie er niet uit, of ik zie eruit als er zo'n Joodse met pijpenkrullen. Nou, daar heb ik ook geen zin in. Dus vandaar baard. Nou, staat ook weer uitgelegd. Doei.